Ik ben Britte en ik ga jullie wat vertellen over mijn bacheloropleiding Econometrie en Operationele Research aan Tilburg University. Bij econometrie leer je met behulp van wiskundige en statistische technieken om ingewikkelde problemen uit het bedrijfsleven, de samenleving en de economie op te lossen. Een typisch voorbeeld hiervan is het uitzoeken van de impact van nieuwe instabiele valuta, zoals de Bitcoin, op financiële markten. Een ander voorbeeld is het optimaliseren van de distributie van humanitaire voedselhulp of bijvoorbeeld van vaccinaties. In het eerste jaar volg je veel basisvakken in wiskunde en statistiek. Deze kun je zowel in het Nederlands als in het Engels volgen. Daarnaast volg je introductievakken in financiering, operationele research, econometrie en wiskundige economie. Met deze sterke basis heb je voldoende kennis in huis om bestaande technieken toe te passen, maar ook om nieuwe technieken te ontwikkelen. Programmeren speelt hierbij een belangrijke rol. Daarnaast is in deze kleinschalige opleiding voldoende ruimte voor het ontwikkelen van je persoonlijke vaardigheden, zoals het schrijven van teksten of het presenteren van onderzoek. In het eerste en tweede jaar volg je het Improving Society Lab. Hierin werk je samen met je medestudenten aan real-life vraagstukken. Naarmate je verder komt in je opleiding, verschuift de focus naar meer toegepaste vakken, aangevuld met keuzevakken uit verschillende vakgebieden in het derde jaar. Ook heb je de mogelijkheid om een half jaar in het buitenland te studeren. Na je bacheloropleiding kun je je verder specialiseren met één van onze masteropleidingen. Bijvoorbeeld in quantitative finance, business analytics of in econometrie. De carrièreperspectieven voor econometristen zijn gunstig. Afgestudeerden gingen aan de slag bij grote bedrijven, consultancybureaus, banken, verzekeraars, universiteiten of de overheid. Maar je kunt natuurlijk ook je eigen bedrijf starten. Houd jij van het oplossen van uitdagende wiskundige puzzels en wil je jouw talenten inzetten om het samenleving beter te begrijpen en te verbeteren? Dan is econometrie de opleiding voor jou.